قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ja, dat is het. Dat is het naam van de moslims.
Hisham. Ik denk ook mee willen gaan met een bepaalde denk je veel meer bezig met materialistische dan met de andere. Heel materieel bezig zijn. Maar iets belangrijks dat dit is genoemd. Gedenken van Allah. De oorzaak. Het is onze oorzaak. Tekortkoming in jou. Tekortkoming in jou. Tekortkoming. Dat zijn we. De oorzaken. Ik verstaan wel de mentaal, als je mentaal niet. Het is mentaal probleem, het leven in mentaal probleem. Nufs. Wie kan een voorbeeld doen van een mentale. Depressie. Depressie. Trauma. Stories, wat voor stories? Traumatische stories. Gedragstoornis. Gedragstoornis. Als je aan het sterk moet kiezen. De focus is weg. De focus is weg. Aandachtstoornis. Depressie is genoemd. Wat nog meer? Benauwdheid. Paniek. Paniekstoornissen. Paniek aanvallen. Angststoornissen. Burn-out moet ook even vervolgen. Psychose, dat moet heel belangrijk zijn. Wat is een psychose? We zijn een kenmerk voor psychose. Je ziet en hoort dingen die er niet zijn. Je ziet en hoort dingen die er niet zijn, dus je gaat misschien weten. Even kenmerk. Zou je iemand die een psychose heeft, eigenlijk misschien een diagnose schizofrenie heeft. Dat ik heel veel voorbij kom. Daar wordt er gelijk gezegd. Het heeft niks te maken met schizofrenie. Hij is bezeten. En de arts heeft een diagnose gegeven, schizofrenie. Hij moet medicatie slikken. En dan komt die broer weer. En die zegt nee, medicatie niet slikken. Want de gym die houdt daarvan. Maar bij mijn mening, ik zie op een tafel van hele gevaarlijke zaken. Wie kan een van deze gevaarlijke zaken? Wat is hier aan de hand? Begrijp je de vraag? Zijn broeder heeft een diagnose gegeven. Hij moet medicatie slikken. En zijn broeder, die is die hert. Hij zegt nee, geen medicatie slikken, want de gym houdt daarvan. Ja, ons arts. Hoe ver wil je blijven? Advies nemen van de verkeerde mensen. Kan erger worden. Ja. Kan erge situatie met zich meebrengen als je medicatie neemt. Geen ernst was het toch? Nog een keer? Kan erge situaties creëren. Erger, maar wat is er hier gaan? Ja? Nog eens een keer, ja? En helemaal als moslim zijnde, ons geloof is geloven, autoriteit van gezag. Jij kent je grens hier niet. Heb je psychologie gestudeerd? Nee, dat is fascinerend. Waarom ik hier gelijk de naam heb gekregen? Ik wou het punt er zo noemen, dat is waarom ik het vergeten is. Waarom ik gelijk op ingegaan met een hele gevaarlijke straat. Iemand die een diagnose schizofrenie heeft, is een gevaar voor zichzelf en zijn gezin. Die medicatie heeft hij nodig. Het is een belangrijk punt dat ik hier wil maken. Eerst dat je als moslim zijn de zaken waar geen kennis over hebt, mag je het over hebben. Of spreken, ja. Want dit soort zaken worden gevaar voor hem, dan zijn ze omgeving. Voorbeelden van onder moslims die lijden aan schizofrenie en hun eigen moeder hebben neergeschoten. Zichzelf hebben aangehaald, ingegaan en ingegaan.
Waar je met sport hebben wil. Aangeven dat iedereen in deze dunia, jong, oud, moslim, geen moslim, gelukkig wil zijn. En mentaal stabiel wil zijn. Dat is wat er is, toch? Iedereen wil mentaal stabiel zijn. Dat ik het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala zal het zich naar verraden naar vier kitab in die shape. Allah heeft alles in deze Koran verduidelijkt. Zo hoe jij het geluk zal vinden en mentaal stabiel zal zijn, heeft Allah subhanahu wa ta'ala in de openbaring aan ons verkondigd. En de essentie, beste moslim, om mentale stabiliteit te krijgen, is jouw aqida. Jouw aqida is de essentie als jij in dit leven die mentale stabiliteit wil. Dat je allereerst kennis hebt van jouw aqida en deze vervolgens in de praktijk brengt. Want de kennis van aqida versterkt jou. Die verandert jouw zelfleven. De meeste mensen die mentaal niet stabiel zijn, hebben heel negatief zelfleven. Al is zijn de buitenwereld als ons macho, een stoel en heel grof, en, maar van binnen heeft een heel negatief zelfbeeld. In jouw moslimidentiteit, als jij een krachtige moslim identiteit wil hebben, dan is deze aqida de essentie van. Er zijn drie zaken die jouw identiteit als moslim versterken. Welke drie zaken zijn? Eentje was ook de aqida. Ja, tweede, de aqida van die jouw tarief, jouw geschiedenis, en derde, Mohammed, taal. In ons geval is het ook taal. Taal is de taal. Dus de taal is alleen maar een middel om je te communiceren. Een taal, want met die taal neem je een hele cultuur over. Dus jouw aqida, jouw tarief, dat je geschiedenis hebt. Er is het maar een hoofdlijn dat je als geschiedenis kent, jouw rolmodel, dat vormt je identiteit. Dus kijk naar je ogen bijvoorbeeld. Welke identiteit is krachtiger? De Nederlandse of de Franse? De Franse identiteit. Waarom de andere? De geschiedenis en de taal. Ze houden zich vast aan hun taal. Dus jouw aqida, tarief. En de Arabische taal zijn heel belangrijk voor jouw vorming als moslim. In welk context laten we nu praten? In de context van de jij als moslim mentaal stabiel moet zijn. Dus als Zakaria zei, als jij een identiteitscrisis hebt, ben je dan mentaal stabiel? Dan ben je alles behalve mentaal stabiel. En heel veel van onze jongeren die hebben hier vaststaan. Sterker nog, staat in verband met schizofrenie. Wat ook een beetje jointjes bij. Jointjes, tijdskrisis. Maar wat een heel snel richting is om een psychose te gaan. Maar hoezo heeft een moslim last van in een tijdskrisis? Wie kan het uitleggen? Wat zijn bijvoorbeeld talenten? Ik denk de omgeving waarin we leven. Omgeving. School. School. Ja. Nou? Ja. Ja. Eigenlijk, als ik kijk naar een moslim die niet zijn identiteit krachtig heeft gevormd, dan heeft hij thuis, met zijn ouders, heeft hij alle normen en waarden en gedragscode. Op straat heeft hij een andere identiteit. En het zijn niet mensen omgeving, collega's of school of een andere identiteit. Het komt nu aan het
aan het switchen. Maar als jij je identiteit als moslim kracht gemaakt, dan heb je overal identiteit. Dus ouders, staat, school, werk, je bent moslim. Dus dat is de essentie van jouw mentale stabiliteit, dat je je aqida versterkt. Dat je moet zeggen over aqida, om het simpel te omschrijven, dan kun je het omschrijven met arkan en iman. Dezelfde van en iman. En toen ben je daar, zit, dan bereik ik die, op de voet 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 die, dit zijn de fundamenten van onze aqida. De eerste, de belangrijkste, de rest van allemaal die onderzoek, zoals ik al zei, dat is niet in Azaf. Is het in het Bidden, het is geloofd alles aan het raden. In zijn Kogoria, Kogoria, en snel als die feit. Hou de focus dat, als ik die benoem in de context van de mentale stabiliteit als moslim, uit de aqide kan verkrijgen. Als jij als moslim gelooft alles aan de taala, een rab is een rububiyya. Hij heeft geschapen. Khalid. Een moeilijk om te bieden dat hij subhanahu wa ta'ala die schakel alleen heeft over deze hele wereld. Niks gebeurt op deze aarde alleen het de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij razaat, hij al voorziet. Hij moedig is, hij al van gunst voorziet. Dat je waarschijnlijk deze overtuiging hebt, krachtig, hij is krachtig aanwezig. Maar het is al karakter in die tijd is gelijk een stuk krachtiger. Ja, 100%. De enige is die recht heeft, maar weet het nog niet. Onze geleerden zeggen, hoe moet je? Jullie zijn minna, psychologie. Als jij gelooft dat alles aan wat daar al deze eigenschappen zit, je hebt geschapen, je hebt voorziet, je hebt van een gunstig voorziet. De alleen die schapij heeft op deze hele wereld, is het vanzelfsprekend dat jij deze waarmachtige machtige heer alleen aanbiedt. Daarom zien we ze de Bakara. De eerste ander is de Bakara. Die hebben in mijn les, waar ik de Rab bij komt, zit. En die gaat er ook. Ja, in mijn les, op mensheid van mensen, waar ik de Rab bij komt, en die gaat er ook. Aanbiedt die heer, die heeft geschapen. Vervolgens, het derde aspect van de iman billah, is het geloof in de grote man en echt alles van het aarde. Hij de Jawad, de Gulik, de Karim, de Barmachtige, de Jabbar, de Machtige is. Hij wordt hoe Allah werkt, Allah de Samad, wat betekent de Samad? Dat de hele schepping alles van het aarde nodig heeft, dat hij niks of niemand in de schepping nodig heeft. En zo met vele mooie namen en eigenlijk alles gaat met aan. Als jij je kennis overop doet, wat gebeurt er dan? Dan raakt jouw hart verbonden aan alles gaat met haar. En dat is jouw aqida, jouw tawhid. Dat jouw hart verbonden is met alles gaat met haar. Dat jouw hart verbonden is met Allah subhanahu wa ta'ala. Het is alleen Allah feest. Alleen zijn genade hoop. Dus als Allah helpt, dat jij rust en van Bila hebt. Al datgene wat je overkomt in deze dunya, dat jij deze tawhid bezit, de vrouw van naam en ergens of alles haar kent, heb jij rust en van Bila. Je gaat nooit in Bila twijfelen over Allah subhanahu wa ta'ala, over zijn daad of over zijn wijsheid. Alles wat hij voorschrijft, is vergeven voor jou. Dus als jij deze kennis van het tawhid opdoet, en op een gegeven moment naar gaat handelen, dan heb jij een sterke identiteit, een sterke status als moslim. Maar daar gaat het vaak mis. Ik ga het niet zien, ik ga het niet zien, ik ga het niet zien.
hoeveel kennis hebben wij van de archief? Dat is ook gelijk met een stukje taal, dat ik echt jammer vind dat onze broeders en zusters te weinig Duits spreken die op de aarde staan. Als je op een gegeven moment de aardse taal machtig bent, dan heb je letterlijk duizenden uren aan lessen en lezingen van geleerden. Hoeveel jaar heb je dan? YouTube meteen, heb je handbereid met één klik. Ga je van een Sheikh Al-Thaymi, Rahimullah, Sheikh Mubaz, Sheikh Fawzan, Sheikh Abdelzak en Badr, het reis van de reden dan door duizenden uren aan materiaal. Maar wie heeft die op staat voor zelf geschreven? Het is nooit goud voor opraven. Het is veel meer water goud, die uitdrukking die van die tafel goud ook wel ook kennis. Of de Aqid, of alles aan het aarde. Wat is de enige obstakel? YouTube is schaart is nog. Het is een obstakel. Duizend uur. Wifi is ook een obstakel. Iedereen heeft wifi. Wat is de enige obstakel? Ja? Tijd. De enige obstakel is? Discipline. Die willen. Die wil wat je er net zei in het begin. De aardse taal. Dat is het opzakelijk toch? Dat je de aardse taal mag schrijven. Jij kan discipline hebben om die lezingen te geven. De aardse taal. Dat vind ik heel erg jammer. Ook als we kijken naar deze tijd, de proefingen die iemand heeft gemaakt. Daarom zie je ook hoeveel van onze jongeren met mentale ziektes worden getroffen. Dat is het eerste stukje, het kennis op de overheid. Het tweede stukje is in de praktijk brengen gaan van deze kennis. Als we Allah subhanahu wa ta'ala, als onze aqida correct zal zijn, we hebben kennis over Allah subhanahu wa ta'ala, we houden van hem, bevrezen hem, we hopen zijn barmhartigheid en zijn beloning. Wat zou er aan deze kennis van Aqid moeten voorspelen? Daden. Zoals Sheikh Salih en Sheikh Abdullah Ibn Zayd al-Masrik. Wat is de reden dat wij zo weinig tawfiq hebben in ons leven? Tawfiq van ons aan het aarde. Dat wij, terwijl die moskee misschien op paar minuten op is, dat het niet lukt om maar met feest aanwezig te zijn. Wat brengt hier? Ongetwijfeld. Tawfiq van Allah subhanahu wa ta'ala. Nee, wat is de oorzaak dat wij zo weinig tawfiq van Allah subhanahu wa ta'ala ervaren? Nou, moeders, wat is de oorzaak? Nou, dat is de zaak aan de Sheikh was het zei. Geen let op de aardappels. Dat van Allah subhanahu wa ta'ala veel te weinig aan bidden. Volgens mij kan het aanpassen in de lezing van Sharif, Ustad Sharif. Omdat is haar waard die de kar op de in de wagen had. Dat alles aan wat haar de allereerste verplichting heeft verplicht gesteld. Omdat de meeste in de zaak al van haar verplichtingen zijn. En vervolgens zijn het de vrijwillige dat. De boodschap van deze hadith is, als jij die tawfiq van Allah Azza wa Jalla wil krijgen, dat is de weg daar naartoe. Onderhoud van verplichtingen voor ons. Dichter dan we komen met een nawafi, een gebed en nawafi. Hoeveel van ons zitten thuis, naast ons op gang, tot aan de dollar voor u zijn hebben, dat we ons op gang is 4:15, en de dollar is, dollar is 1:30. Hoeveel uurtjes zijn dat? 5. Ja, ongeveer 6 uurtjes. Gaan voorbij zonder niet 1 sessie of alles gaan. Ja, 6 uurtjes. Wat voor gebed ben je verrichten? Toch haar gebed. Je kan een rolo verrichten, 2 rak'aat verrichten.
Maar ik bedenk nou wel even na het gewicht gebeden, voor het gewicht gebeden. Verwaard ik. Nou wel even als zat van jouw levensrechtsprojecten. Draag je steeds bij. Dat je zelf aan de kont bent. Met de eeuwige priesters. Daarom even krijg je de toveer van. Van alles aan het huilen. Dat je vervolgens. Als ze hebben opgericht en in de context van opbouwen van jouw krachtige moslimidentiteit en imam in mijn redding, geloof in de engel. Dus hij beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala engelen heeft geschapen. Dat er onder andere engelen zijn die jouw beschermen, beste moslim. De engelen zijn die jou in de geur van Allah subhanahu wa ta'ala beschermen. Dat jij als moslim schaamt voor de engel, dus wil de engel jou met jou zeggen. Dat je schaamt voor, ja, voor alles gaan met de aarde, volgens de engel die, jou, die met jou zegt. De imam bin Malaik, de imam bin Kudub. Het geloof vindt ook het alles aan de aarde, als niet aan ons. De lot heeft overgeslagen, maar boek heeft gehoord. Nee. En subhanallah, ik zag een fragmentje voorbij komen. Heel bekend Amerikaanse protesters. En hij zegt letterlijk gewoon, want Amerika heeft helemaal last van die gendergekte, zo zeggen. Zo ver gaat hij gewoon zeggen, kafir, geen moslim. Hij zegt, was er maar een boek waar wat richtlijnen in zaten voor de mensheid, dan gaat hij helemaal verkeerd. Wij zijn begonnen met de beste boek, de Koran. Wat ons precies vertelt, dit is goed, moet je verrichten, dit is slecht, moet je laten. En als de mensheid nu zo ver is, dan gaat twijfel, die man en vrouw blijft er nog over. Wat blijft er nog? Nog over. En die man weer rustig, namelijk. Had hij daar zijn stukje op gewerkt. En toen ze vroegen waarom, zien ze dat de engelen zich schamen van het merk naar fijn. Waarom specifiek deze sahabi? Dat is een man van deze sahabi. Als we daar kijken naar de beste generatie van de sahaba, hij heeft, zoals in elke, dat noemt ze manaki. Dus er is al heel boek over geschreven, Manaqib al-Sahaba. Dus een unieke eigenschap, kan je zeg maar, globaal vertaald zeggen. Dus de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft het hier benoemd om die unieke eigenschap van Uthman bin Affan radiyallahu anhu uit te lichten. Net zoals Omar bin Khattab ook, dat daar was hij het pad pakt, dat de shaitan andere pad neemt. Dus dat is van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, daar komen we misschien nog later op terug. Hoe onze profeet alaihissalam de sahaba op deze manier heeft opgevoed. En hoe jammer genoeg, dat zeg ik echt met nadruk, jammer genoeg dat wij als moslims het beste rolmodel hebben. Onze profeet alaihissalam, elk gebied, nou maar relatie is, omgang met zijn vrienden, maakt niet uit wat. Hij was het beste voorbeeld. En dat wij vandaag de dag deze Profeet alayhi salam veel te weinig als voorbeeld nemen. Nou, we geven hem voorbeeld te volgen, maar als jij dan wordt overspoeld met bepaalde situaties, tot aan een persoon die praktiseren beweert, maar gewoon psychopathisch bezig is, dan denk ik aan mezelf, wat praktiseren is. Dat jij je hele gezin terroriseert, dan kom je na de moskee, als er niks aan de hand is. Je kan één keer uitrijden, misschien niet een slechte dag gehad, maar het een patroon is van een jaar, twee jaar. Ik denk dat is wat ik zeg. Dat is waar ik net over had. Het in praktijk brengen van deze akida. Deze golf, alles aan het haar leidt, dat je daar even naar komt.
Dat jij hier op die zaal had, bij jouw werkgever, thuis met je vrouw, bij je ouders. Wat is die motivatie om eerlijk te zijn, oprecht te zijn? Zoals ze zeggen, je kind is gemotiveerd. Je hebt geen camera nodig, recht. Nou, recht. Te zijn, recht te blijven. Anders, alles kan gaan, dat is waar we vandaan. Waar het vandaan komt, dat is wat Aqid. Als wat Aqid correct is, je kent Allah subhanahu wa ta'ala, je hebt vrees van Allah subhanahu wa ta'ala, en deze vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala is, als we weer terug gaan terug van de Sahaba, dat is wat de Sahaba heeft gemaakt met onze zijn geworden beste generatie, die schoon voor Allah subhanahu wa ta'ala. Onze profeet alayhi salatu wa salam heeft ze opgevoed met deze school van Allah subhanahu wa ta'ala. Want eigenlijk onze da'wa, als je klein tekort, zal hier gebaseerd moeten zijn. Sorry als ik af en toe wat direct ben of direct wat is om samen en vooruit te komen. Maar we moeten oppassen. En ik vrees dat nu een beetje gaande begint te zijn. Het is van buiten heel goed, maar van binnen. Ik eerst aan mezelf doen, om te gaan aanwezigen, dat er van binnen veel te weinig aanwezig is. Wanneer je onder de mensen bent, is het heel makkelijk om. Geloof te zijn, zoals je gezegd en wat er zegt, dan je gaat mee met de rest. Waar is de mehak? Waar is de, hoe zeg je dat? Wat is de schaduw van mehak? Alles is de Sharif. Ja, Sharif heeft drie bewezen gegeven, dus ik ben begrijp dat je er zo neemt. En mehak is, ik denk dat ze, hoe noem je dat, twee zijden. Ja. Onderscheid. Onderscheid. Dat is een beter woord. Grens. En eigenlijk is zeg maar het... Splits. Barrière. Je zegt kruispunt. Splits. Keerpunt. Splitsing. Splitsing. Geef ons van. Dat is een haak. En een haak is... Hoe ben jij beste moslim wanneer je alleen bent? Wanneer je... Alleen met je gezin bent, of ook zonder je gezin bent, dat is een mehak. Naar Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, is een heel belangrijk punt. En dat is, wat is het grootste middel, of het grootste middel om zijn vastigheid te bereiken, zo zeggen. Ja, dat is een goede daden verricht van hem die alleen doet. En wat is ayyad al-billahi van de grootste oorzaak van intikas? Dat jij na het praktiseren zijn vastigheid die mooie weg maakt. Ja, zonder geen geheim. Dus zie je die mehak, verschil. Waarom? Wanneer je Allah ta'ala gehoorzaam bent, wanneer je alleen bent, wanneer je thuis bent, wanneer je durf je kamer achter je goed. Dit is een teken van oprechtheid. Dat die praktiseren is oprecht, je bent alleen, dan heb je Allah subhanahu wa ta'ala, je pakt je gebedsbeentje, je gaat je ibadah verrichten, je pakt je mushaf, je gaat Quran memoriseren, maar ayyad al-billah, als je alleen bent, je pakt je eigen telefoon en je gaat naar deze zaken, het beleid is heel gevaarlijk, heel gevaarlijk. Dat is, we zijn nu aangekomen bij het geloof in de profeet. Ja, dat je beseft alles aan te halen, zich over ons heeft ontfermd door deze boodschappers naar ons te versturen. Het is ook een stukje geschiedenis dat jij als moslim jouw profeet moet kennen.
in hun leven gesloten. De Koran is niet voor niks vol met de verhalen van de profeet. Dat zij een bepaalde verbondenheid voelt met de profeet, dat zij beseft dat jouw umma groot is. Dat de umma heel groot is, en subhanallah. Het is heel vaak teruggekomen bij heel veel andere gangers. En dan vragen we soms, wat is er bijgebleven tijdens deze reis? En het viel me echt op dat meerdere keren werd genoemd dat wanneer je Nederland bent of in het Westen, dat denk je dat de umma heel klein is. Dat je als moslims eigenlijk, je bent de meerderheid, je bent een beetje onderdanig. Dan kom je naar een Medina, dan kom je naar een aanzien, een moskee vol is met verschillende tijden. En de meerdere broeders, de meerdere gaan met de andere, die benoemen dit punt dat het een kracht heeft. Dit is een heel belangrijk punt van identiteit, dat je ook tarief kent. En onder dit tarief valt ongetwijfeld de profeet. Je kijkt met alles aan de Ta'ala tegen ons zegt in de Koran, wat hij al die profeten heeft genoemd, en zei: hoe werken in de dingen van Allah? Zin? Heb je hodel? Gedeel. Hadden we heel veel profeten. En vervolgens zegt hij: hoe werken in de dingen van Allah? Zij zijn degene, de leiding van alles wat hebben gekregen, volgens hem. Volgens zijn leiding. Dat je na het geloof in de profeet komt. الإيمان باليوم الآخر. طيب هي فرق أنظمة الجسر دي تكون تابلت من طارة الأخطاء أي فرق بورزة إصفاء وطاومة ومصيبة من طارة الأخطاء في سنة خروط المصيبة تزعير كاي المصيبة كان أوفر زرخة برسول من طاومة در طيب بس المسلم أو زيز العقيدة نقوم بغير الإيمان باليوم الآخر دارت لك عن ريس في السلام يا بلسة طيب بس بريس لابس المسلم الإيمان باليوم الآخر بات تبدأ بديس الدنيا قاتلت هي الكلمة maakt het heel klein. Het dunne is al 60, 70 jaar en nu met al deze ziektes op ons behoeden. Misschien nog veel, veel minder. De ager is oneindig. De ager is oneindig. Als jij, beste broeder, beste zuster, als jij deze dag niet in zelf goed eigen had gemaakt, met de imam, de malaika, de kutub, de rusul, en jouw benadering, dan kan ik komen zo op. Als jij deze akide jezelf eigen hebt gemaakt, en dat het onderdeel van jouw bewustzijn is, wat doet zo'n moslim dan? En als we kijken naar onze rond, als de profeet Ali Salaam was, dat was een van zijn eddingen, als het gaat om Masai. Allahum la'atja, musibat alati, fi dinya. En de profeet Zosselem vroeg Allah aan zijn zoon: o Allah, als u een musiba treft, laat deze musiba niet in mijn dienst zijn. Dat was de hoofdzorg van de profeet Zosselem, wat staan bij ons als zijn volgers. Tayyip, wat is een musiba in het dienst? Als jouw imam hoog is, dan
moskee van jou. Als je die 5 uur in de moskee hebt gebeten, dan ervaar je als een moskee. Als je een zonde begaat, een moskee. Dus, beste moslim, als jouw raakiet heel correct is, wat is jouw, wat raakt jou het meest? En een moskee bij jouw druk of jouw dien? Wat is jouw meest? Hoe raak is jou? Je moskee met dien, maar wat is vandaag de dag de maatstaf? De maatstaf in het dunje, heeft heel veel impact op ons. Toen de maatstaf in dien, die heeft dollar gemist, dat ze aasert. Ik kan het niet. Wallahi broeders, zusters, overdrijf het niet. Als jij deze richtlijnen in praktijk kan brengen, dan ga je mentale stabiliteit en rust vinden. Dan ga jij mentale stabiliteit en rust vinden. De massage die jou het meest raakt en zorgen maakt, zijn massage in die. Het doet niet een paar perspectief. Het is een tijdelijke aard, mijn dier is, alhamdulillah, is iets meer gebeurd. Tayyip, en wat zijn de zaken die jou het meeste vreugde moeten brengen? En overwinning, laat de hausen praten, overwinning toch? Overwinning. De vraag is geworden, je bent opgemaakt, is overwinning. Toch, zeggen ze vandaag, dat is overwinning. En wat is voor een moslim niet echt overwinning? Je bent al een paar dagen aan het stroppen om die feest in moskee te bidden. Het is je gelukt. Daarom zou je echt blij van moeten worden. Dan ben ik allemaal dankbaar. Ik heb een succes gekregen om in feest in moskee te bidden. Dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala over de Koran. Dit is, dit brengt naar de Koran. Breng zaken in balans in ons. En de massa gaat die kant op. Als jij de Koran is, dan blijf je met je beide benen, beide voeten op de grond. De massa gaat die kant. Jij leest de Koran. Jij blijft met beide voeten op de grond. De hele de mensheid vandaag gaat wacht. Welke kant gaat op? Dunya. Dunia verkrijgen, influencers, dure roosjes, dure drinkjes, los van dure zaken, veel aanzien. Dat zijn de mentale stabiliteit. Zo'n grafiek met veel likes, veel minder likes, daalt weer, stijgt, daalt, stijgt. Waarom? Ze hebben waarom? Waarom leent voor hun geluk in mentale stabiliteit? Aan hun likes, aan hun volgers, aan hun comments, reacties. Dan zie je één naar één vallen, of zelfmoord, of hij maakt een beweging van de Afrikaanse nemen. Dit is vandaag de maatstaf geworden. Jammer genoeg, onze jeugd, onze jongeren gaan mee in deze heil. Tayyip als wij één versie voor aanleiding hierover. We zeggen alles aan elkaar. Goed, je vat die dij, op je rachmet die. Verbiedijk en vergeefraak. Hoe al ga je doen, neem mij eens naar. Kort vers. Want Allah subhanahu wa ta'ala, als je correcte aqide hebt en jouw Koran als jouw belangrijkste invloed neemt, dus wie die TikTok en Instagram neemt, de Koran is jouw bron van invloed. De sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam is bron van invloed. Ja, dat vormt jouw identiteit en karakter. Dan neem je de Koran. Ik zie de massa die moet opgaan, dat zegt ons niet. Dat zegt de Koran. Dat is voor mij belangrijk. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, قل او محمد زهد الناس بفضل الله ورحمته من تبعيز القرآن أما تكون صلى الله عليه وسلم ليس الدين فبذلك فليفعل لا صدا بلاي فمرضا عين فانفرس هو خير مما يجمع
Het is beter dan wat zij verzamelen aan, dan wat wereldse zaken, alles wat hij zegt. Datgene wat jouw beste moslim, als jouw Afrika correct zou zijn, blij zou moeten maken, is dat wanneer jij een succes in jouw team behaalt. Verder in de moskee, je hebt vandaag maar wat is nog aangewezen. Die rijden zijn dure auto, het zijn dure horloge, het is en als we kijken hoe het dan uitwerken, zijn zoveel ahadith gekomen, specifiek over dit vers. Dat wij niet naar het Nederlands moeten kijken. Heeft alles aan zijn geschapen voor het dunya voor eigen. Ja, heeft ons voor eigen geschapen. Deze dunya is niks waard als wat hij. Deze dunya is niks waard als hij brengt. Dit zeg is heel, heel makkelijk. Waarom is nu hier de grote klus? Dat dit jou levensstandaard wordt. Naar de aqida, je overtuiging. Dat is, daar komt de aqida vandaan, van de aqida vastlopen. Het moet stevig zijn. Waarom? Je kan weer zo'n moslim zijn, maar ik geef kennis van de aqida, je hebt niks in de praktijk. Je bent alleen maar met dunya bezig. Deze richtlijnen zijn gekomen om te volgen. Kan je volgen aan de imam bin Qadr. De imam bin Qadr. Hoeveel mentale stabiliteit brengt de imam bin Qadr? Is een grote voorbeschikking. Ditgene wat je zo voorkomen voor je was geschapen, is dat volgestemd. Voor je was geschapen, was dat volgestemd. Er heel veel mensen maken zich vandaag de dag zorgen voor de toekomst. Maar ik moet deze hadith ook een land thuis uit schrijf. Hij zei ben aan de mu'min. Als jij als moslim beseft je de aqida is dat datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voorschrijft, goed of slecht, pakt altijd goed voor je uit. Dan zou je veel meer druk te maken op de toekomst. Wordt het goede beproefd? Heb je? Wat heb je dan? Dankbaarheid, shukr. Word je het midden goed te doen, heb je? Ik is sabr, is de imam, de qadr, is heel aan de hemische kracht. Allah zegt, kul lay yusiba na illa. Maak het hem Allah met hem. Dus als jij als moslim dit soort zaken eigen maakt, voor zo'n aqida, dan zullen we veel stabieler zijn dan dat. Dan zul je veel minder zaken zorgen maken. Want als jouw iman stijgt, wat stijgt dan ook? Jouw vertrouwen op alles aan het heil. En jouw fiqh-abilaar. Wat betekent het jouw kool? Vertrouwen op alles aan het heil. Dat jij stille doet en gaat zaken over alles aan het heil. En met daar is het uitkomst, maakt je over alles aan het heil. Hoe moeilijk het doet. Als was het en zelf, je neemt de stof door en je gaat die bent, zeg je wat? Je bent kalm en rustig. Als was het en alles wat je moet in leven, een nieuw project dat je aangaat, een nieuwe design, een maakt uit. Je gaat trouwen, je voelt je jongens dat trouwen uit. En moet dit perfect zijn. Ja, doe je zelf, doe je onderzoek hier, vertrouw alles van het heren. Het maakt niet uit met wie jij trouwt. Jij moet maar als ze zeggen zijn profiel, dus dat is best gemaakt. Dus terwijl is heel belangrijk. Vertrouw op alles aan wat de aarde geeft ook heel veel met afstandigheid. En wat gebeurt er eigenlijk als jouw iman stijgt, jouw druk op alles aan wat de aarde. Als je gaat kijken naar de mensen, wat ze van je vinden, als je vertrouwt op alles aan de aarde, je bent aanhankelijk aan hem, wat gebeurt er met jouw mening over de mensen om je heen, wat ze van je vinden. Wat gebeurt er? Nou? Is niet meer relevant. Is niet meer
relevant. Wat voor jou belangrijk is, is de tevredenheid van alles aan elkaar. En vandaag de dag, waarom er zoveel jongeren negatief zelfbeeld op dat zij zich heel druk maken om wat andere mensen van je vinden. Als je als moslim dit soort zaken raakt hebben, dat de mensen hebben kunnen laten staan. Dat was de hadith van de Sesserie, toch? En als de hele aardvoort, dat was de hadith. Nou, ja, en de koemer op stem uit, maar hij heeft er ook een bescheid. En hij heeft er ook een bescheid van het kent van de dag. Dat zal iedereen bij elkaar komen jouw vrienden zijn. Dus kun je alleen van nut zijn als alles het los geeft. Als ze jou willen schaden, kunnen ze jou niet schaden, als ze willen. Dat is volgens. Geef de rust of niet. Als je niks praktiseert in je leven, heel veel mensen vandaag wat maken ze zorg om wat die mensen van ze vinden. En hij wil iets opzetten, maar hij zegt, mensen zijn jongens, mensen houden in de gaten, alle mensen dit en mensen dat. Wat zegt alles aan de man? Hij zegt, daar heeft hij in de dag in de zin van Ahma, verraad hem zeker daar. Zeg het dan aan. Om haar hun ziek, van haar morsel ook niet bij te houden. Wat zegt, maar hij heeft geen dag voor de mensen in Rahma, verhaal hem zeker aan. Als Allah azza wa jal, beste broeder of zuster, jouw mens zijn Rahma wil treffen, of er risk is, of in jouw gezondheid, of wat dan ook, hij wil jou voorzien van vergeet. Allah zegt, verhaal hem zeker aan. Niemand kan het tegenhouden. En als Allah wil dat jij iets niet verkrijgt, dan is er niemand die het jou geeft. Als jij deze overtuiging als moslim door de aqida. En het valt het valt op. Met andere woorden, gunst is zijn gunst. Wat gebeurt er dan als je op zo'n moslim staat? Je wilt iets openen, het is een mooie locatie, je wilt daar wat beginnen. Maar mensen, ik heb daar wat geopend, ze zijn zo jaloers, maar daar was praat, daar heb ik nog niet geopend. Als nog meer praat, jaloers en wijn, jouw aangeden moet zijn. Als Torkaan, als Allah zo zegt, jouw voorzien op die locatie, die locatie, een geen wil geven, niemand kan dat tegenhouden. En vandaag gedacht zijn mensen extreem bang geworden voor hen. Extreem bang voor mij. De hele hak, hersen, ongetwijfeld. Maar jij als moslim de sabbat doen, vertrouw op alles aan wat daar. Jij wilt misschien een mooie liefdadigheid opzetten. En mensen zijn roos, gaan voor praten, et cetera, en beter dan blijf ik gewoon hebben. Het is een iets verkeerde mindset. Ja, maar vertrouw op alles aan wat daar. Jij moet vertrouw op Allah, subhanahu wa ta'ala. Wat is het te doen? Het niks vergeleken met mijn kans was niet geschreven. Ik haal onderstaat de kans, ik sta het achter de zon. Het sheriff is benzine, ik ben diesel. Ik ben niet van daar aan. Maar je moet kijken naar de Sahara. Er werd één voorbeeld met jullie delen. Wie is de beste van deze oemer van de Sahara? Voor Bakker is het deel van al die dagen. En als jij deze sterk of eind van de geleerde zegt, geef hem haar die oemer, baarde de bieden haar, voor Bakker is het deel. Zoals zich laat even inzien dat deze persoon, voor Bakker is het deel van al die dagen, is de beste van deze oemer na haar profeet. Wat is het die van al deze moslims zijn gekomen? Abu Bakr, dat is Allah, is het beste van. Van hem allemaal. En als we het hebben over de aqida en de praktijk toepassen, dan is het een heel mooi voorbeeld van Abu Bakr, dat is Allah. Toen onze profeet, alayhi salam, overleed. Dat is Adam Masai, de grootste moslim. Overheid van de profeet, alayhi salam. En
hier zie je hoe Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu die de aqida waar we nu over hebben in de praktijk bracht. Waarom? Wie heeft deze aqida onderwezen in de praktijk? Het is een praktijkvoorbeeld voor hem. Als de profeet al-Islam sallam dat ze de grond waren, de hijra, la tahzan illallah ma'ana. Hij krijgt de aqida rechtstreeks van wie? Van de profeet al-Islam sallam. De stofferij van de profeet sallallahu alaihi wasallam was een grotere moskee in Medina voor de moslims. Want Anas ibn Malik radiyallahu anhu, zoals hij heel mooi omschreef, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina binnenkwam, dus hij is verrichten, en daarom in haar koers heeft alles verricht in Medina. Tot hij de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dan hij stierf altijd in haar koers. Alles staat er duister in. In de Medina. Zo'n inkrijg had zijn overheid, hij staat op salam. Zoveel jaren leeft de profeet, hij staat op salam. Je gaat met hem, je komt terug met hem, veldslagen met hem. En dan is hij er, opeens niet meer. En deze gebeurtenis was een hele zware verlossing, zelfs voor de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Toen de profeet op salam overleed, Omar kon het nieuws niet bevatten, niet geloven. Zo zwaar was het nieuws voor Omar ibn Khattab. We weten allemaal niet wie Omar ibn Khattab radiyallahu anhu is. Abu Bakr as-Siddiq was de profeet al-Islaatu wassalam. De dag hij stierf na Fajr, leek het beter te gaan. Dus Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu vroeg toestemming om naar zijn vrouw te gaan, iets buiten Medina. Zij kreeg toestemming van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En hij ging. En toen overleed de profeet hij zat. Dus Abu Bakr was aanwezig. Toen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu het nieuws kreeg dat de profeet sallallahu alaihi wasallam was overleden, kwam hij gelijk naar Medina op dit als eerst. En ging naar het huis van Aisha radiyallahu anhu, daar is de profeet was overleden. En de profeet sallallahu alaihi wasallam was bedekt. Doek, haalde het doek weg en hij kuste op zijn voorhoofd en zei: Kijk, wie heb je en hoe niet, heeft hij geen hoe niet. Van de woorden, als je nou leven sterft, tipt, je blijft, gewoon afgaan, goed. Zo wakker als ze neemt, hij bleef kalm. Hij ging de moskee binnen en Omar ibn Khattab die was bezig met, hij was in shock. Sterk nog, hij zei niet meer weer, maar hij was al verleden. Ik zal de hele zaal trekken en toetaken. En kijk die wijsheid van de bakker Sadir. En zoals vandaag de dag een hele hype is wat ze leiderschap noemen. Kijk, de bakker Sadir kwam dit lang en die bleef rustig. En wat deed hij? Hij zag dat allemaal stil was zijn. En daar is een hele andere getal, wat deed hij? Hij ging er de minbar op. En na het uitspreken van de vrede zegening van de profeet, zei hij: Dit is die uiting van de aqida. En hier zie je die krachtige aqida van Abu Bakr as-Siddiq, waarom de profeet heeft hem opgevoed. Hij zei: Men kan ya'bud Muhammadan, inna Muhammadan qad mat. Wa men kan ya'bud Allah, inna Allah hayyun la yamut. Degene die Muhammad aanbad, hij is overleden. En die Allah aanbidt, hij is leven niet zal sterven. En besef je, beste broer en zuster, deze uitspraak van de profeet als je niet hebt, had hij het met hij daarom niet erg vond. Het is nu een moment van tonen van. Aan leiderschap. Het is geen moment van een mosiba en van paniek. Ja. Allah heeft hem niet erbij gegeven met zijn aqida. De profeet is al-Sarab heeft hem zo opgevoed. Hij heeft de Sahara zo opgevoed dat in islam heeft hij ons geleerd zeggen: Asbahat qadiyatuhum.
deze islam is hun kadiya geworden, deze kadiya is hun belangrijkste kwestie in leven geworden. Ze hebben geen motivatie meer nodig. Ja. En wat is de grootste bewijs? Na de dood van de profeet alayhi salam, zijn de Sahara ingezakt, of zijn ze juist vol verder gaan verspreiden van dien. Ze zijn vol verder gaan. Dus de profeet alayhi salam heeft ze opgevoed met deze aqida. Deze aqida, zoals in die hadith aan bod kwam, die Sharif zijn Sharif uitgelegd, dat de profeet zelfs deze aqida aan Ibn Abbas, die nog heel jong was, ja, gulam, in die, waarschijnlijk ook een kelimat. Die gaf hem richten in de aqida. En zelfs na het overlijden van de profeet alayhi salam ontstond er interne chaos. Ontstond in de chaos de Arabische Schiereiland. En ook hier zie je de kracht van deze aqida bij Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab die zei tegen Abu Bakr as-Siddiq, want de profeet sallallahu alaihi wasallam die had een leger klaargezet om naar de Romeinen te gaan. Omar ibn al-Khattab die zei tegen Abu Bakr as-Siddiq, laat het eerst intern oplossen en dan beschouwen het leger de profeet sallallahu alaihi wasallam klaar had gezet voor de Romeinen. Dan pas gaan we deze versturen. En kijk, die krachtige uitspraak van Abu Bakr as-Siddiq. Hij zei in leger dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft klaargezet om te vertrekken, ga ik hem nooit tegenhouden. Dat is de aqida. Die man had liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen heeft hij het intern opgelost en hij heeft die leger gestuurd. Dat is kracht. Vandaag de dag zijn we gewoon Hulk en ik weet niet wie. Willem-Alexander, Karel de Grote. Wat is het hier? Omar ibn al-Khattab, Uthman al-Affan, Ali ibn Abi Talib. Dat is onze rolmodellen. Als we van dapperheid willen praten, hebben we Khalid Walid en Hamza. Maar ik weet dat hij straks van deze is opgevoed. Hij heeft de Sahara opgevoed, daarom een stukje met onze broeder aangekaart over Uthman ibn Affan. Dat de profeet al-Salam bijvoorbeeld over Uthman zei dat het een persoon is wat eenmaal schaamt te hebben. En vandaag de dag is een hele hype geworden wat we positieve psychologie noemen. Positieve psychologie. Dat betekent dat je de focus krijgt op positieve zaken. En niet de minder goede zaken. Nee, onze profeet hij is al beschreven, we hebben al hem richtlijnen nodig. Onze profeet zal zeggen, die was hier het beste voor. En zelfs zullen de geschiedschrijver zeggen dat kritiek van onze profeet hij is al gezegd dat Sahaba is op één hand te tellen. Die voorbeelden, dat is alleen maar motiveren. Hij keek naar de Sahaba, hij keek naar de eigenschappen waarin ze uitblinkten en hij benoemde het. Wat doen wij? Dan kijk naar iemand, zeven eigenschappen, die zie je. Die gaan we voor je. Als ze één foutje maakt, geef hem voor laag. Ja. Het voorbeeld van de profeet alayhissalam is juist het positieve benoemen. Maar wanneer kan je het positief benoemen? Als je ziet. Het is ook nog een uitdaging. Als jij niet positief bent, ingesteld, dan zie je dan een negatieve eigenschap. Het is positieve psychologie. Als we het hebben over relatietherapie. Over relatietherapie. Je hebt twee grote scholen in Amerika, experts op het gebied van relatietherapie. Ik ben de naam vergeten van die andere gast. Hij werd gevraagd. Als jij maar één advies aan een stel zou mogen geven, welk advies zou je geven? En deze persoon beschikt hij een jongen die wereld. Hij heeft 30 jaar op zitten en hij heeft heel veel duizenden stellen heeft hij
Inmiddels hebben ze een huwelijk, hij heeft boeken geschreven, onderzoeken. Dus hij heeft hem gevraagd, nee, of u vraagt, als je maar één advies dan mag geven, wat zou je geven? Wat was haar advies? En zij, focus je op de positieve kant van je partners. Onze professor is al beschadigd, die zegt, daar heeft je mu'min, mu'min. Ik ken je hem naar geluk, maar al die hebben naar achter. Kunt ons gezegd, laat de gelovige zijn vrouw niet haten. Als je slechte eigenschappen aantreft, dan zal je ook goede eigenschappen aantreffen. Dus deze team is de zuster, als wij de kennis van opdoen en in de praktijk brengen, dan heb jij de hele grote kans, heb jij de grootste kans van iedereen om mentaal stabiel te zijn. Het kan geen kwaad als het over psychologie met therapie te volgen. Ik heb therapie gedaan, dus een cognitieve gedragstherapie. Zelfs als we een goede therapie. Dat in heel veel zaken kan helpen. Maar zoals iemand heel mooi zei, hij zegt: deze therapie kun je daar wel bieden. Maar er is één grote kwestie die deze therapie niet kunnen oplossen. Welke kwestie is dat? Dus iemand is nu mentaal niet gezond. Hij gaat naar een relatietherapeut. Ik laat het zeggen naar een psycholoog. Hij heeft mentale issues. Ze worden opgelost. Maar die grote vraag, dat zeggen zij zelf. Die grote vraag blijft onbeantwoord, ook na die therapie. Hij is nu beter. En dan zegt ze, wat is het meeste nu? Wat is het doel van het leven? Wat is het doel van het leven? En sterker nog, was het artikel dat ze vandaag de dag zeggen, dit soort vragen, wat is het doel van het leven? Kan het psycholoog niet meer verder helpen. Waarom is dat doen? Ik moet naar een filosoof. Helemaal, van het patje af. En wij als moslims is onze aqida. Als je een kind van 5 jaar vraagt, wie heeft geschapen, wat doen we op deze aarde, zegt hij, we moeten Allah aanbidden. En wij zijn ook, we moeten Allah aanbidden. Wat gebeurt als je doorgaat naar paradijs? Kind van 5. En nu volwassenen gaan therapie op die mentale problemen. Sterker nog, over eenzaamheid gesproken. Je hebt eigenlijk 2 soorten eenzaamheid. Sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. En nu hebben ze een derde erbij, derde categorie. Het is een moeilijk woord, existentiële eenzaamheid. Wat betekent dat? Je voelt je eenzaam en dan schrijft het gevoel ook, hè, dat je zwerft en je weet wat je doel is in het leven. Dat maakt je eenzaam. Dus niet dat je geen contacten hebt, je hebt contacten. Maar je bent eenzaam, dus niet weet wat de zin van het bestaan is, waarvoor leven we. Dus daarom, beste aanwezige, beste broeder en zuster, deze dien is een grote gunst voor alles aan het rijden. En het is niet zomaar dat dagelijks, ik wist over andere werelddelen, dagelijks in Europa zoveel mensen bekeren. Waarom? Ze vinden in de islam, die zingeving, die structuur, het beantwoord allerlei vragen. Daarom zei Omar Mustafa heel toepasselijk, het probleem is wanneer iemand in deze islam opgroeit, hij heeft geen jahiliya gekend. Dus niet het leven voor de islam, want dan wordt in het meeste jaren ben je geboren en gedoogd, wat gebeurt er dan? Jij denkt datgene wat je hebt, het paar wat je in handen hebt, denk dat hij nog waard is dat zoveel andere mensen zoveel beter dan jij hebt. En dan hoor je die Amerikanen praten, boeken die ze schrijven, onderzoeken. Dus ik heb zelf met een jongen gezeten, die ik daar heb, ik heb het overlaten, bezorgde vader, contacteerde mijn moeder, heeft het overlaten, geen zin te keren.
Lang verhaal kort, wat was een hele, een van zijn beweegredenen, motivatie om het over te praten? Ja, kijk waar het beste is en kijk waar wij zijn als moslims. Dat was hij. En wat is de ingang van Shaitan geweest? Hij kent zijn eigen geloof niet. En dan noemt hij een aantal zaken, twijfels of geloof. Ik zeg, moeder, wil je de Koran van kracht tot kracht lezen? Dan zegt hij, nee, daar moet ik vers uit de Koran. Dus ook maar deze twijfels dan. Dan de woorden, die aap van andere mensen aan. Die heeft niks in de Koran gehad. Het zijn twijfels van je buurman of van je collega op werk. Dus dat is heel erg belangrijk, is aanwezig dat je deze die kennis verandert. Als je de pracht van deze geloof, het is zoals pracht zijn moet, moet je kennis verandert. En vervolgens, zoals ik zei, in deze wezen, in essentie, is al de haqqiqah, al de haqqiqah. Jouw geloof, alles van elkaar, en dat kan je aan, volgens je daar moet, dat jij aanbidding in de praktijk brengt. Dat is mijn advies aan mezelf en de aanwezigen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Ik heb drie vragen. Ik heb drie vragen. Maar je eerste vraag. Als je antwoord hebt, antwoord zeker. Ja, maar moeder?
als een volledige ander. Ja, man, ja. Aan de man aan stennis. Yes. Waar komt van dat? Van Borsbeek. Hoe? Borsbeek. Borsbeek, waar is dat? Antwerpen. Antwerpen. Ja, Ennis, met Borsbeek. De vertaling was dan al of zijn echte man? Zijn naam, zijn naam. Ik was gewoon. Napier. En anders? Nofi. Nofi. Wie heeft het broer? Wie heeft het broer gedaan? Helemaal. Helemaal. Zaflaan, Bin. Bin zal het niet zijn. Als je boekt helemaal naar je mens. Ja, die heb ik wel gewacht. Wat doe je? Nee, nee. Dat moet heel erg zijn dan. Niet erg zijn. Nee. We hebben dus. Volgende vraag. We zitten in de mix. Antwoord geef je nog op de tijd. Mag ik hem helpen? Ja. Ja, die eigenlijk. Helemaal zorg, zeker niet zo. Maar je wilt de hoofdstuk in de Koran, kom er 62 aan te steken. Kom er 62 in voor. Je hebt een baan gedaan? Amsterdam. Amsterdam, je hebt Eindhoven, hier dichterbij. Eindhoven volgens mij toch? Ja. Zal dat er niet? Zal dat zesde. Zal dat doen? Hajj. Zet, van de Namas? Yunus. Ik heb er vier genoemd.
hoe je de woede kan bedwingen. Nee, dat gaat niet. Ja. Nee, dat is opzij. Voor als je staat, dat je gaat zitten. Maar wacht, doe dat meer. Toch 5 minuten, toch? Ja, ja. Toch, kom. Ja, toch een waar. Oké, laatste boek. Zal ik een ander profijt lezen van de Sanskriet? En wie? U staat op de website. Ik moet goed met de nieuwe mensen. En wat mij is geleden, ik heb zelf zo diep gehad dat je zelfs voeten zijn voor de dieren. Dus dat op een bepaald moment moet slapen of zelf met pijn leiden. Ik denk een mooie profijt dat ik het doe. Ik moet alleen doen dat je goed moet zijn voor iedereen en dat dieren je voor je hebt. Ahsan, dat is Ahsan ook geld voor de dieren. Dus deze is gewoon geschreven als dieronvriendelijk, maar deze hadith die wijst tegen de. Tot dan weer. Waar geloof ik ook voor je komst, beste broeders en zusters. Nog alles aan het draaien, ons van vastheid schenken. En ons vergeven, ons tekortkomingen. En ik nog vele jaren tot in elkaar kunnen komen. En ik wil nogmaals de prestatie bedanken. Ook broeder Pieter, eigenaar van deze zaal, die helaas aanwezig kon zijn. Maar deel van deze beloning is al wel geel. Naam en toen nog de naam van Abu Huraira en de naam van de Zorg. De naam van Abu Huraira en de Zorg kun je opzoeken, Isha. Dit is motivatie om kennis op te doen, Isha. Waar geloof ik om, Allah ta'ala a'lam, Nusrallah ta'ala bina wa sallam. الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا